Dit is het verhaal van een stadion dat alleen nog maar een ruïne is, maar nog steeds voetbal ademt. Ik heb het over de Wageningse Berg. Van 1925 tot en met 1992 voetbalde FC Wageningen in dit bijzondere stadion. Bijzonder vanwege de ligging en de sfeer. Dit is ook het verhaal van een club die al 22 jaar niet meer bestaat, maar waarvan de ziel nog steeds over de Wageningse Berg dwaalt. Oud-supporters en spelers komen nog altijd elke dinsdag in het stadion bij elkaar om herinneringen op te halen. Ze praten over hun club alsof die nog altijd bestaat. Dit is het verhaal door de ogen van oud-supporter Kees van der Graaf en voormalig doelman Bert van Geffen. U kijkt naar Levenslang FC Wageningen. De ziel die nooit verloren gaat. Voormalig doelman Bert van Geffen speelde slechts 5 jaar voor FC Wageningen. Daarna vertrok hij naar PEC Zwolle. Ondanks zijn korte dienstverband bij de Groen-Witte raakte hij bevangen door het FC Wageningen virus. Nou, dan staan we hier in de hoek van het stadion. Ja, dit was eigenlijk de hoofdingang hier, hè? Alhoewel er aan de andere kant ook een ingang was. Maar hier kwam het publiek binnen. En ja, hier kwamen de mensen het veld op. Wij kwamen altijd van achteren langs lopen. We gingen eerst een biefstukje eten bij Kampman, beneden aan de berg. En dan liepen we hier naar boven. Liepen we eigenlijk al tussen de supporters door. Hier achter het stadion langs en dan hier naar binnen. En dan was hier het veld. Het was altijd al redelijk gezellig druk. Dus dat was voor ons ook wel leuk om zo binnen te komen. En, maar alle mensen stonden, daar zie je ook stenen treden, hierachter ook. Dat waren gewoon, en die hele zijkant, dat was een graswal, zeg maar. Iedereen stond daar op een graswal, scheef. In het, maar het zat wel altijd vol, dat was wel frappant. En hoeveel mensen kwamen er ongeveer op een wedstrijd af? Ja, ik denk als je verschillende mensen vraagt, de een zal zeggen 15.000 en de ander zegt, ja, misschien hebben we wel eens een uitschieter gehad naar 20.000, maar dat is wel heel veel hoor. Maar ja, 15.000 man voor een eerste divisieclub? Ja, als je tegenwoordig zie je wel eens minder op velden. Hè? Dan denk je, maar hier gebeurde al, hier was altijd wel spektakel. We gingen altijd voor de volop voor de winst en als het niet lukte dan de volgende keer maar weer opnieuw. Ja. Dus ja, dat was best wel, dat sprak de mensen wel aan. Ondanks dat FC Wageningen altijd voor de winst speelde, duurde het jaren voordat de club op het hoogste niveau van Nederland uit mocht komen. In 1974, na het bereiken van de nacompetitie, komt daar eindelijk verandering in. FC Wageningen speelt op de Wageningse Berg tegen aartsrivaal Vitesse. Oud-supporter Kees van der Graaf was bij die wedstrijd en weet het nog als de dag van gisteren. Ja, ik kan me nog goed herinneren dat wij daar wandelend, lopend naartoe gingen. De provinciale weg van Arnhem naar Wageningen stond 1 grote file. Mensen die probeerden in de bermen de auto's kwijt te raken, wat soms wel, soms niet lukte. En ja, we hebben een hele prachtige wedstrijd gezien. Er waren 12.000 toeschouwers. En het werd nog heel spannend, want Wageningen kwam op 1-0 dankzij een doelpunt van Dick Schoenaker. Maar Vitesse maakte gelijk en ja, wij zaten allemaal met de billen geknepen tegen elkaar van zou Wageningen het nou redden of niet? Maar dankzij een beter doelsaldo promoveerde Wageningen dan toch naar de Eredivisie. Ja, en dan krijg je een ontlading op het veld, na afloop, spelers, supporters, ze overstromen het veld. En ja, dat is gewoon geweldig, hè? Want moet je nagaan, een club die nog nooit in de Eredivisie uitkwam, promoveert dus naar de hoogste afdeling in Nederland. Dat is natuurlijk een groot feest, is dat, hè? Dat gevoel kun je bijna niet beschrijven. Je bent zo ontzettend blij dat zoiets gebeurt. Ja, daar spring je gewoon uit je dak bijna, hè? Dan weet je niet meer, je bent weken achter elkaar, ben je nog in de ban van, hup, we zitten in de Eredivisie. Wageningen promoveert dus en moet het opnemen tegen clubs als Ajax en Feyenoord. Geen gemakkelijke opgave,
Maar thuis, op de berg, maken de Wageningers het de clubs toch behoorlijk lastig. Vooral PSV komt vaak met knikkende knieën naar de Wageningse berg. Speciaal was bijvoorbeeld een wedstrijd tegen PSV, die het hier altijd heel erg moeilijk had. Ik weet niet waarom dat was. Ja, waarschijnlijk wel omdat Korbach gezegd had dat we ze eerst maar eens even begin flink aan moesten pakken en dat het dan een stuk makkelijker ging. En hoe aanpakken? Ja, tegen de reclameborden plakken en, dan, en daarna ging het dan een stuk makkelijker. Ooms doet het beter. Twee Wageningen scoren. Menting en Groenendijk van Vijfwijker. Paas naar Groenendijk. Ja, PSV heb je nooit echt goede resultaten gehad. In ieder geval Willy van der Kuilen, die zullen de meeste mensen in Nederland wel kennen. Die kon enorm hard schieten, die kreeg een vrije trap. Links voor de goal, aan die kant. Dat is een gevaarlijke afstand voor Wageningen, want van die afstand, een meter of 20, kan Willy van der Kuilen verschrikkelijk goed schieten. Die schoot de bal hard op doel, langs de muur. En ik viel naar die hoek, alleen ik kon het niet goed zien. Maar de bal lag buiten het doel. Dus ik heb hem gauw weer op de hoek gelegd en, om uit te schieten. Maar iedereen protesteerde, want ze zeiden dat het een doelpunt was. Daar komt het schot van der Kuilen. Nou. Een goal, geloof ik. Ja, een goal. Dan is hij door het net heen gegaan. Wat geeft de scheidsrechter? Het leek alsof die bal zat. Bleek achteraf dat er een gat in het zijnet zat. En dat dat dus wel waar was. Maar het gaf een hoop consternatie. En uiteindelijk is het doelpunt goedgekeurd. En later in Studio Sport bleek dat het wel terecht was. De PSV'ers lopen nu naar het doel toe om te laten zien dat er een gat in het net zit. En ze belegeren ook de grensrechter. Maar wat heeft de scheidsrechter geconstateerd? Gaat het net inspecteren? En inderdaad, het doelpunt wordt toegekend. En nu is Wageningen weer boos, ja. Maar de wedstrijd speelde dus 1-1. Dus PSV won weer niet. Maar ja, Wageningen was net als de meeste ploegen uit de eerste divisie nu. Het is heel erg moeilijk om te promoveren. Als je nou gepromoveerd bent, is het heel erg moeilijk om erin te blijven. En we hebben nog wel eens gejojo'd heen en terug. Ja. Het kampioenschap is fantastisch. Maar ja, er komt vaak weer een seizoen achteraan waarin we dan te optimistisch waren. En ja, eigenlijk net de skills niet hadden om het dan te maken in de Eredivisie. Ja, dan moest je ook weer degraderen natuurlijk. Ja. Maar toch maakten jullie het, de ploegen hier op de berg, heel erg lastig. Ja, ja. Nou, er is een boek uitgegeven en dat boek heet niet voor niets De Onneembare Vesting. En sommige ploegen hadden daar geen problemen mee, die wonnen eigenlijk altijd wel. Maar er zijn toch een hele hoop ploegen in betaalde voetbal die eigenlijk toch wel met wat angst hier naar de berg kwamen. Dat de Wageningse berg een onneembare vesting voor SC Wageningen was, kwam vooral door de fanatieke supporters. Van Geffen weet nog precies hoe het was om als speler door die supporters te worden aangemoedigd. We komen hier bij de hoofdtribune, wat er nog van over is tenminste. Hier zat vroeger het meest fanatieke publiek en alle familie hier op deze tribune. Ik zou het nu haast niet meer zeggen, maar hier zaten de mensen, de Wageningers. Dat was wel leuk. Wat je hier meestal hoorde was naveuren, want zo ging dat hier, naveuren. Maar ja, kan u de sfeer beschrijven die hier op de tribune... Je moet de Wageninger dan kennen, denk ik. Het is een wat gemoedelijk volk. Maar ja, als het voetballen dan in het geding kwam, dan had je er toch wel behoorlijk fanatieke supporters bij. En de mensen die er waren, die stonden keihard achter Wageningen. En dat kon je hier wel horen. En in het lied van de vereniging hoor je ook dat de mensen zongen. En als er weer werd gescoord, dan werd dat tot in Arnhem gehoord. Dat refereerde dan weer aan Vitesse natuurlijk. Daar konden ze dat ook horen. En hoe voelde dat als speler zijnde, dat het zo'n vol stadion... Ja, dat is gewoon... Dat is een heel apart gevoel als je daar binnenloopt. Dan was het hier natuurlijk niet zo groot. Maar als je bijvoorbeeld de Kuip binnenloopt en bij PSV, die grote stadions. Dat is geweldig als je daar binnenkomt. Nou, dat idee had je hier ook, alleen dan in een kleinere vorm. En bovendien kwam je bij je eigen mensen, want zo voelde je dat gewoon. Je was een van die Wageningers. En ja, dat gaf toch wel een prettig gevoel als je hier binnenkomt. Eigenlijk had je dan al
dan had je eigenlijk al een kleine voorsprong op de tegenstander. Ja, zo voelde dat wel. Speelde dat dan ook een beetje mee bij de angst van die... Ja, misschien wel. Dat mensen dachten van, hé, dat is toch wel een... Ja, het was niet vijandig, maar ja, het was wel, de mensen waren wel aanwezig. Dat kon je dus wel horen. Ja. Ja, dat was wel mooi. Ja, ja, dat was wel mooi. Je zat er mijn ouders altijd op deze tribune. Heel apart. Waar zaten uw ouders dan? Hier. Die volgden alle wedstrijden. En hoe voelt dat dan om dan nu hier weer te staan? Ja, het is misschien een beetje raar, maar voetballers hebben dat toch wel een beetje. Er is dan toch, als je weer terug bent in zo'n omgeving, een stukje emotie wat daar dan toch wel weer bij komt. Dus je kunt je wel voorstellen hoe het vroeger was. Ik bekeek het meestal niet vanaf deze kant. Maar dat was hier altijd gezellig. Ja. Goeie vereniging. Ondanks dat het altijd gezellig is bij FC Wageningen en het een goede vereniging is, houdt de club plotseling op te bestaan. Want de rechtbank in Arnhem heeft vandaag Eerste Divisieclub Wageningen tot 27 mei de tijd gegeven om een belastingsschuld van circa 1 miljoen gulden te betalen. Anders wordt de club failliet verklaard. Helaas lukt het FC Wageningen niet om de schuld van 1 miljoen gulden voor 27 mei 1992 te betalen. De rechtbank in Arnhem verklaart de club failliet. Ja, dat is natuurlijk lullig. Want als je daar 30 jaar of 35 jaar naartoe bent geweest en ineens verdwijnt zo'n club van het toneel en je kunt daar dus niet meer naartoe. Het hek zit op slot. Ja, ik heb wel eens gezegd, het lijkt net of er een stuk van je identiteit ineens afbrokkelt en verdwijnt. En die identiteit willen de supporters niet kwijt. Bijna 10 jaar later nemen de spelers en supporters pas afscheid van hun club. Na de afscheidswedstrijd tussen oud FC Wageningen en oud Vitesse is het dan definitief voorbij. Dat kan toch niet uit dit. Nee. Staat toch niet, jong. Hier in Amsterdam, maar huilt zeker. Ja. Ik geloof dat het gebeurt. Ja, het blijft ons hart zitten, jongen. Ja, maar deze toch. Dit. Bekijk, moet... dat kan toch niet, jong. Snel dicht. Is dit het afscheid wat de berg verdient? Ik kan niet. Sorry. Er zijn een heleboel mensen hè, die net als jij het heel erg moeilijk hebben. Hè? Ja, maar ja, het ligt 13 jaar van mij hier. Dat kan toch gewoon niet. Dat kun je toch niet afbreken. Dit is alles wat ik heb van Wageningen hier. Dit is mijn club. Nou gaat het weg. Dat kan gewoon niet. Er bestaan niet, er zijn geen woorden voor. Ik wou dat ik het uit kon leggen, hoe ik het uit moest leggen. Maar ik kan het niet uitleggen. Het stadion raakt in verval en dreigt gesloopt te worden. Een groepje supporters steekt daar in 2003 een stokje voor. En nu, 22 jaar na het doodvonnis, komt er nog steeds elke dinsdag een groepje mannen naar het stadion. Het zijn mannen die levenslang met FC Wageningen verbonden zijn. Mannen met een groen-wit hart. Er komen nog iedere dinsdag mensen koffie drinken om herinneringen op te halen aan het verleden. Oud-spelers, oud-supporters, oud-bestuursleden. Want er zijn ook spelers bij, die hebben bij andere clubs gespeeld. Bijvoorbeeld PEC Zwolle, of ik noem maar even een club. Hè. En niet zijn nadelen van PEC Zwolle hoor, maar dan zegt zo'n speler bijvoorbeeld... Bij Wageningen heb ik het altijd het beste naar mijn zin gehad. Vond ik het altijd het leukst. En daarom kom ik hier nog steeds. Eigenlijk is die betrokkenheid later weer teruggekomen. Toen we besloten om
In ieder geval hier, iedere dinsdag. Vanaf dat moment komen we iedere dinsdag komen we hier bij elkaar in het oude business home. En dan zien we elkaar weer. En dan praten we met elkaar en dan praten we over vroeger. En dan we lossen allerlei wereldproblemen op. Dus het is gewoon heel gezellig elke dinsdag. Hé, hey, Rini Blok. Kijk nou. Ja, je hebt mazzel vandaag hoor. Alle voetballers zijn er joh. Ja, dat is een goeie. Dat was een goeie hoor. Hè? En we hebben nog een foto van de training, dan zitten we bij elkaar op de rug. Schoeie, dag. Hier, dan schrikt hij hoor, want dan denkt hij dat hij weer belangrijk wordt. Hé, hey, kijk uit joh, kijk uit! Hé, hey, kijk uit! Hé, hey, Rini. Ja, je komt op NOS Journaal, zit je. Je mag zo binnenkomen. Hé, hey, jongen, was goed? Ja, goed. Hé, hey, Jochie, hoe is die? Nou, hij is niet zo brutaal, dat valt voor mij hoor. Ja, dat is niet brutaal. Oh, tegen jou was goed, hè? Dat zei hij, ja. Ze belde me op van Voetbal International. Weet jij dat Johan Derks heb ooit één keer gescoord in zijn leven? Dat bij jou was? Ik zei, nou, ik kan het me niet herinneren. Ik zeg, nou, hij had er eerlijk bij gezegd, hij raakte hem ook verkeerd. Dan vloog hij in de kruising. Ik zei, ja, anders had hij ook nooit gescoord, want voetballen kon hij niet. Nee. De levende legendes van FC Wageningen zorgen ervoor dat de herinneringen blijven bestaan. En zolang de Wageningse berg niet gesloopt wordt, zal de ziel van FC Wageningen nooit verloren gaan. Ga dan naar huis, man. Vriend. Ik spreek elkaar. Komt goed, Jochie. Dank je. Leuk dat je er was, jongen.